Waar waren we gebleven? Het verhaal van steden en burgers begint bij de grote veranderingen vanaf het jaar 1000, die de handel, verre reizen en de bloei van de steden weer mogelijk maakten. Die veranderingen hadden grote gevolgen voor de steden in het zuidelijke deel van de lage landen, waar mannen van adel hun oog lieten vallen op de rijke stedelingen en aan hen stadsrechten gaven in ruil voor belastingen. Vervolgens leerde je hoe de Burgondiers en daarna de Habsburgers met wisselend succes probeerden om de lage landen tot een eenheid te smeden. Sinds de tijd van de Bourgondische hertogen broeit er iets in de lage landen. Er is een soort koude oorlog, een meestal geweldloze strijd tussen de centralisatiepolitiek van de grote vorsten en het particularisme van de steden. Het conflict sleept al meer dan een eeuw, maar tot een directe botsing is het nog niet gekomen. Daar is nog iets voor nodig. Om die aanstaande confrontatie te begrijpen, missen we nog één essentieel puzzelstukje in het verhaal: het christendom. Vandaag leg ik je daarom uit hoe een conflict binnen het geloof de reden was dat de vijandelijkheden tussen koning Philips II van Spanje en de Nederlanden escaleerden. Daarvoor moeten we het dus eerst hebben over het christendom en dan met name de katholieke kerk. Europa was in de middeleeuwen diep religieus. De kerk bepaalde het ritme van het leven en drukte zijn stempel op het wereldbeeld van alle mensen. Alle christenen waren verenigd in de universele kerk, de moederkerk, oftewel de rooms-katholieke kerk, met aan het hoofd de paus in Rome. In elke stad waren tientallen kerken. Gildes en rijke families hadden eigen altaren en kapelletjes waar ze konden bidden en mediteren. Ook ambachtslieden en dagloners gingen elke zondag trouw naar de kerk. Christenen geloven dat het leven op aarde slechts een voorbereiding is op het leven na de dood, en in het christelijke wereldbeeld zijn hemel en hel echte plaatsen waar je naartoe gaat, afhankelijk van hoe je je leven op aarde hebt geleefd. Goede mensen gaan naar de hemel, zondige mensen gaan naar de hel, en goede mensen luisteren naar de katholieke kerk. En daarnaast zorgde de kerk ook voor het onderwijs, de sociale zorg en de ziekenhuizen. Meer dan duizend jaar verbond de katholieke kerk alle christenen in West-Europa met elkaar. Tot er in de 16e eeuw vrij abrupt een kerkscheuring ontstond. Verschillende critici stelden dat de katholieke kerk in al die eeuwen een eigen christendom had bedacht, met allerlei bij elkaar verzonnen rituelen en verhalen die helemaal niet in de Bijbel terug te vinden waren. Mensen vereerden schilderijen, beelden en zogenaamde overblijfsels van heiligen. Ook bleek uit het onderzoek van kritische filosofen dat de Latijnse Bijbelvertaling die de Katholieke Kerk gebruikte op veel punten afweek van de oorspronkelijke Griekse en Hebreeuwse teksten. Volgens andere critici maakten de paus en de Kerk misbruik van hun macht en verrijkten ze zichzelf door geld af te troggelen van de gelovigen door ze bank te maken. De Katholieke Kerk oordeelde over mensen, terwijl het volgens de critici alleen aan God was om over de mensen te oordelen. En zo kwam het uiteindelijk tot een breuk tussen aanhangers van de oude katholieke kerk en de hervormingsbewegingen van Maarten Luther en Johannes Calvin. Dit conflict binnen de christelijke kerk is de Protestantse Reformatie gaan heten, en ook in de lage landen groeide de aanhang van het protestantisme. Met name het Calvinisme, dat wil zeggen de leer van Johannes Calvin, won aan populariteit in de lage landen omdat de religie onlosmakelijk verbonden was met het dagelijks leven, maar ook met het bestuur en de machtsverhoudingen in Europa, was de splitsing in de kerk ook een politiek conflict. Karel V en Philips II waren trouwe katholieken en keken met afschuw naar de ketterij van de protestanten. De Habsburgers waren immers al eeuwenlang de voorvechters van de katholieke kerk. Ze traden streng op tegen het protestantisme. Er werden wetten afgekondigd die het bezit van boeken van Luther en Calvin strafbaar stelden. De religiepolitiek van Karel en Philips is ook weer zo'n voorbeeld van centralisatiepolitiek. Er is maar één geloof toegestaan. Er werden in die tijd zo'n 1300 protestanten ter dood veroordeeld. En dat valt mee, want de stadsbestuurders en de lokale edelen die weigerden om mee te werken aan de vervolging van hun eigen inwoners. Want op papier hadden ze het recht om zich onafhankelijk te gedragen van de vorsten. En bovendien was tolerantie tegenover protestanten goed voor de handel, want protestanten waren prima zakenpartners. En toch werden tienduizenden vanwege hun geloof verbannen uit de Lage Landen. Zo kwam het dat in april 1566 een groep edelen naar Brussel vertrekt, de hoofdstad van het Habsburgse gezag in de Lage Landen. Dit verbond der edelen verzoekt de landvoogdes Margaretha van Parma, de halfzus van Philips II, om toch alsjeblieft te stoppen met de vervolging van protestanten. Margaretha gaat akkoord met het verzoek van de edelen, waarna de Calvinisten in het openbaar weer durven samen te komen. Tijdens zo'n bijeenkomst in de zomer van 1566 roept de Calvinistische hoedemaker Sebastian Matte uit het plaatsje Steenvoorde in Vlaanderen zijn toehoorders op om het nabijgelegen Laurentiusklooster te bestormen en daar beelden en schilderijen te vernielen om zo de kerk te zuiveren. Een groepje van ongeveer twintig fanatieke Calvinisten geeft gehoor aan zijn oproep, waarna de beeldenstorm zich verspreidt over de lage landen. Aan het einde van de zomer heeft Margaretha de rust weer hersteld. Lang niet alle daders worden gestraft, en dat is tegen het zere been van die vurige katholieke koning Philips II. Aanhangers van de protestantse ketterij moeten met wortel en tak worden uitgeroeid, en iedereen die de verspreiding ervan niet heeft tegengehouden, is medeplichtig en dus schuldig. In 1567 arriveert een Spaans leger van 10.000 man onder leiding van de legendarische veldheer Alva in de Lage Landen. Alva stelde een speciale rechtbank in om de betrokkenen van de Beeldenstorm te vervolgen. Twee vooraanstaande edelen, de bevriende graven van Egmond en Hoornen, worden op 15 juni 1568 op de Grote Markt in Brussel onthoofd wegens hoog verraad tegen het Spaanse gezag. Hun goede vriend Willem van Oranje, die dezelfde beschuldiging had gekregen, was inmiddels de grens overgevlucht, net als duizenden anderen. In dat jaar, 1568, begon onder Willems leiding de gewapende strijd tegen de Spanjaarden. Vanwege zijn positie als hoge edelman en zijn populariteit onder de bevolking wordt Willem van Oranje de leider van de Nederlandse opstand. Vanuit het oosten, wat nu Duitsland is, en vanuit Engeland vielen huurlegers, piraten en andere strijders doelen in de lage landen aan onder zijn aanvoering. De steden vormden voor zowel de Nederlandse strijders als voor de Spanjaarden belangrijke strategische en economische doelen. Er werd maandenlang gevochten om steden als Leiden, Alkmaar en Den Bosch. In de noordelijke Nederlanden nemen de steden het voortouw in de strijd tegen de Spanjaarden. Misschien wel het belangrijkste gevolg van de opstand was al vroeg te merken. Toen Antwerpen in 1585 voor de zoveelste keer door Spaanse soldaten werd veroverd en de haven van de stad tegelijkertijd door Hollandse schepen werd geblokkeerd, kwam de handel volledig stil te liggen. Vrijwel iedereen die ertoe deed in Antwerpen verhuisde naar het noorden om een nieuw leven te beginnen. Die stroom vluchtelingen gaf een economische en culturele impuls aan met name Amsterdam. Zoals Antwerpen ooit de rol van Brugge en Atrecht had overgenomen, zo nam Amsterdam nu de rol van Antwerpen over als belangrijkste handelstad van de Lage Landen. Het was het begin van de Gouden Eeuw van Nederland. Om een lang verhaal kort te maken: in 1588 wordt de Republiek der Verenigde Nederlanden opgericht. Deze nieuwe republiek, een vreemd land in Europa zonder vorst, wordt geregeerd door kooplieden en handelaars. De republiek groeit uit tot de economische grootmacht van de 17e eeuw. De combinatie van militaire hoogstandjes, een concentratie van kennis over wereldwijde handelsnetwerken, maar ook een onstilbare honger naar meer welvaart tegen elke prijs en een vleugje geluk, maakte de economische en culturele bloei van de Republiek in de 17e eeuw mogelijk. Over de politieke, economische en culturele bijzonderheden van de Republiek na 1588 komen we een volgende keer te spreken. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.